In Japan is gisteren de WK Judo begonnen, maar Jo Fransen van Budokan Rotterdam komt woensdag pas in actie. Ze doet dat in de hal in Tokio, waar over een jaar ook de Olympische Spelen worden gehouden en dat voelt vertrouwd. Het voelt echt als thuiskomen eigenlijk. Dus je hebt natuurlijk hier Rotterdam, dat is echt thuiskomen. Rotterdam is thuiskomen, best opmerkelijk voor een geboren Limburgse. Ja, daar krijg ik veel commentaar over hierna hoor. Ik ben nu 10-11 jaar geleden ben ik naar Rotterdam verhuisd, voor topsport wel. En je hebt ook echt helemaal geen Limburgs accent meer. Nou, dat ken ik wel nog weer. Vorig jaar pakte de 29-jarige judoka een bronzen medaille op de WK. Dat evenaren is een hele klus, want Fransen heeft 3 stevige concurrenten en ze vlogen er in juni op de EK nog in de eerste ronde uit. Echt in vorm lijkt ze dus niet. Ik weet dat ik goed genoeg ben voor die WK-medaille, maar het zal op die dag moet het eruit komen en dan moet het tussen de oren ook goed zitten. En ik hoop dat dat die woensdag gaat zijn. Want ben je goed genoeg in vorm voor je gevoel om het aan te kunnen? Volgend jaar tijdens de Olympische Spelen ben ik op mijn best. Daar gaan ze vrijwel zeker heen en dan staan ze voor het eerst op de Olympische tatami. Ik ben in Londen 2012 en in Rio 2016 ben ik wel geweest als trainingspartner. Mag je dan als trainingspartner ook overal komen of moet je buiten het dorp zitten en dan mag je het Olympisch dorp alleen in op het moment dat getraind wordt? Ja, ik ben wel stiekem 1 keer het Olympisch dorp in gekomen. Je moet een beetje lullen als brugman, zeg maar. En dan kom je vanzelf wel binnen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk. Een Olympische medaille zou de bekroning zijn na een zware periode. Fransen raakte onder andere de financiële steun van de judobond kwijt, omdat ze niet verplicht in Arnhem wilde trainen. En kreeg die pas na een uitspraak van de rechter weer terug. Ja, dan wordt het een soort meisjesboek. Ja, die weg die is niet zonder hobbels gegaan. Gelijk toen ik natuurlijk die rechtszaak had gewonnen, toen moesten ze met terugwerkende krachten mijn status teruggeven. Dus ik kon ook weer mooi in de Olympische bolide rijden. Dus alles was weer... In ieder geval, de praktische zaken waren gelijk weer op orde. We zijn daarna natuurlijk met de mediation gestart om een maatwerkoplossing te vinden. Ja. Dus eigenlijk alles is nu gereed om te vlammen voor jou? Alles is nu gereed om te vlammen. Ja, het is nu weer aan mij. 3,